Wil jij weten hoeveel jouw huis over 10 jaar waard is? Heb je überhaupt al een huis? Of moet je nog beginnen? Moet je dan nu kopen? Of moet je nog even wachten? Hey, welkom bij Doopcash. Ik ben Chris. Ik ben Berry. En een huis is vaak de grootste investering die je doet in je leven. En daar ben ik mezelf ook heel bewust van geweest toen ik jong was. Want we zeggen altijd met investeren, ja, je kan beter beginnen op jonge leeftijd. Dan heb je nog een hele lange tijd uiteindelijk om daar de vruchten van te plukken. En zo heb ik het ook altijd gezien met mijn eigen koophuis. En daar heb ik een aantal slimme dingen in toegepast. Wat we in deze video ook aan jullie uit gaan leggen. Wat we aan jullie gaan laten zien hoe je dat zelf ook toe kan gaan passen. Het kopen van een huis. Ja, ik was 18 en ik wilde zo snel mogelijk een huis kopen. Omdat ik in mijn hoofd had, ja, als ik dan dadelijk 65 ben, goede investering. Want de huizenprijzen, historisch gezien, stijgen alleen maar. En als ik dan 65 ben, dan heb ik in ieder geval, toen was ik nog helemaal niet bezig met investeren en traden, wat wij vandaag de dag doen, hè, maar heb ik in ieder geval een potje waar ik op met mijn pensioen van kan teren. Weet je, waar ik op kan, waar ik van kan eten. Ja. Dat was altijd een beetje de insteek waarom ik al zo snel mogelijk een koophuis wilde hebben. En al die dingen waarom dat dan zo voordelig is, gaan we in deze video aan bod laten komen. Ja, weet je wat het is? Gewoon een huis. Een huis kopen. Een huis op zich is waarschijnlijk de grootste investering die je in je hele leven doet. Ja, ja. Dat is het allerduurste ding of iets wat je gaat kopen. Dat is ook, naar mijn mening, het enige waar je voor mag lenen. Ja, want nou mensen ja, kunnen die niet betalen. Nou ja, er zijn heel weinig mensen die zonder een hypotheek een huis kopen. Ja. Het is zelfs ook interessant om sowieso altijd een hypotheek te nemen. Ja. Maar een hypotheek, als je dat even ontleedt, is een lening met een looptijd van 30 jaar. Je gaat een lening aan voor 30 jaar. Je gaat dus een groot deel van je leven, ga je dit met je meenemen. En tuurlijk zijn er mensen die zeggen, nou, ik kan beter huren, ik kan beter vrij zijn. Ja. En vastzitten wil ik niet. Begrijp ik helemaal, maar in deze video gaan we het hebben over de mensen die dat wel willen. Je zit er 30 jaar aan vast. Dat betekent ook, het heeft een hele grote impact op je leven. En daarom zijn we ook altijd heel erg gevoelig voor, wat doet de huizenmarkt? Wat doen de huizenprijzen? Stijgen ze? Dalen ze? Is het nu verstandig om te kopen? Moet ik nog even wachten? Moet ik mijn huis nu verkopen? Dat zijn allemaal vragen die heel erg inspelen op gevoelens. En de gevoelens komen pas, dat herkennen wij natuurlijk heel erg uit charts, die komen pas als er FOMO is. Ja. Als die huizenprijzen omhoog gaan. Shit, ik moet nu, want dadelijk mis ik die boot. Ja. Al die prijzen gaan maar omhoog en dadelijk kan ik helemaal niet meer. Dus dat soort gevoelens wat wij in traden zien, dat zie je natuurlijk ook wel terug in de woningmarkt. Ik heb even wat leuke chartjes erbij gepakt. En dan zien we gewoon dat die huizenmarkt de laatste jaren echt alle kanten op gegaan is. We hebben natuurlijk de hele run omhoog meegemaakt. En iedereen werd overboden. En de vraagprijs, ja, nou, als jij de vraagprijs bieden, werd je gewoon uitgelachen. Je moest gewoon Daar ging soms gewoon een ton overheen. Ja, je moest gewoon opbieden tegen elkaar. Mensen stonden in de rij. Kwamen er woningen op de markt. Ja, die waren gewoon binnen 30 seconden alweer weg. Werden verkocht zonder te bezoeken, zonder te bekijken. We zijn nu iets verder. Er is wat meer rust op de markt gekomen. Je ziet ook dat de prijzen een klein beetje zijn gaan dalen. Maar onlangs kwam eigenlijk al het bericht dat prijzen ook al links en rechts weer aan het stijgen zijn. Ja. En je ziet gewoon dat de woningmarkt is heel erg gelijk aan een normale markt. Een exchange, een beurs, een bitcoin verhouding. Bij woningen gaat het zo, bij de woningmarkt gaat het zo, vraag en aanbod. Dat is super belangrijk. Dat is gewoon een markt. Dat is super belangrijk en we hebben natuurlijk, kijk, los van dat jouw huis jouw eigen belegging is, is het voor beleggers minder interessant geworden uiteindelijk nu in deze periode om huizen aan te schaffen voor de verhuur. Daarom zie je ook dat heel veel van die partijen huizen van de hand doen. En daardoor zie je nu ook weer wat fluctuatie in prijs. Er komt wat meer lucht op de markt. Ook meer aanbod. Maar ja, ga ik gelijk onderuit halen. Want dit bericht kwam vandaag naar buiten. Woningtekort stijgt naar 390.000 woningen. Ja. Ja, en dat is gewoon krapte. Die neemt waarschijnlijk pas af vanaf 2028. Ja, dat betekent zo de aankomende 5 jaar. Gaat er niet heel snel verandering komen. Ze moeten superveel woningen bij gaan bouwen. Ze willen 900.000 woningen gaan bijbouwen. De vraag is of ze dat überhaupt gaan behalen. Ja, en los daarvan komen er ook 400.000 immigranten bij afgelopen jaar. Ja. Dus daar is niet tegen aan te bouwen bijna. Nee, maar dit geeft wel aan dat het woningtekort niet opgelost is. En wat ik net al zei, de huizenmarkt is een markt. Vraag en aanbod. Vraag is misschien de afgelopen periode wat afgenomen. Maar er is nog steeds heel veel vraag. Het aanbod is krap.
Er is geen aanbod. Er zijn geen woningen. En de vraag is misschien iets afgenomen, maar er is nog steeds heel veel vraag. Ja, er is absoluut vraag. Ja. Er zijn gewoon mensen die thuis wonen gedwongen, die willen op zichzelf gaan wonen. Dat kan gewoon niet. Nee. Ik heb even de meerjarige prijsontwikkeling erbij genomen. En je ziet de afgelopen periode dat jaar op jaar, dus ze meten huisprijs altijd jaar op jaar, dat is het makkelijkst namelijk te vergelijken. Jaar op jaar zien we daar een dalende trend in. En dat is voor eerst in best wel lange tijd. Dat komt nadat we een blow-off hebben gezien. Dus pak ik hier even die jaren 2021, 2022. Ja, daar stegen de prijzen gewoon 18-20%. Dat is dan die maand ten opzichte van de maand of het kwartaal ervoor. Ja, je snapt als jij ieder kwartaal of iedere maand of ieder jaar, jaar op jaar 20% omhoog gaat, dat niet sustainable is. Nee. Het probleem daarvan gewoon van is dat je, als je dit gaat nog verder gaat terugvoeren, dat je in 1995 voor 93.000 euro kon je een woning kopen. Ja. Dat is onder de ton. Ja. En oké, dat is nu al een tijd geleden, nou ja, maar dat is te overzien. Want ik zeg er net, je gaat die lening aan voor 30 jaar. Ja. Dit is minder als 30 jaar. Klopt. En als ik dan nog een stukje terug ga en dan kijk naar de verhalen die mijn opa mij nog wel eens vertelde. Die zegt van ja, vroeger kon ik hier in de straat in Scheveningen kon ik voor 15.000 tot 20.000 gulden kon ik een huis kopen. Ja. Ja, en dat is dan nog veel verder terug. Ja, dat kan je nu niet meer voorstellen. Dus toen dachten mensen ook al van 20.000 gulden, dat is wel ook geld voor een huis. De verhouding dat ze toen duur vonden, dat is nu nog steeds. Nu zeg ik nog steeds, ja, het is duur. Maar die huizenmarkt die groeit uiteindelijk altijd. Ja. Want dat is terug te zien ook uit het verleden. Ja, maar dat heeft natuurlijk te maken met bevolkingsgroei, huizenprijzen. Heeft ook te maken met heel erg sterk met inflatie. Als je een huis koopt, moet je eigenlijk voor jezelf ook altijd bedenken, kan ik de inflatie door voorblijven? Dan is het eigenlijk in de basis al een goede investering. Je moet ook uiteindelijk ergens wonen. Dus dat moet je ook laten meewegen. Het is gewoon een stukje comfort. Maar ik ga gewoon even de afgelopen, weet niet hoeveel jaar, ga ik even al die prijzen langs. En dan ben ik vooral op zoek naar minnetjes. Want dat viel mij gewoon op. Ik zie plusjes. De ene is wat hoger dan de ander. Zelfs dubbele cijfers soms. Ja, dat zijn wel minnetjes. Gewoon crazy. Hier. Hier zie ik een minnetje staan. Hier zie ik twee keer een minnetje achter elkaar staan. Maar dat is het. Het zijn drie minnetjes. En in die tijdspad, in dat periode, is het niet alleen boommarkt geweest. We hebben allemaal crisissen meegemaakt en allemaal economische ellende zat ertussen. Ja. En dat laat gewoon zien, vastgoed is wel een redelijk rustige of stabiele investering. Het geeft weinig stress. Tuurlijk, het kan stijgen en het kan dalen. En omdat het bedrag wat je leent of de aankoop die je doet heel groot is, kan dat in absolute getallen kan dat een paar duizend euro verschil zijn. Maar percentagegewijs valt dat heel erg mee. Ja, en als je naar die percentages kijkt, is het een gemiddeld gezien stijging, want we zien niet zo heel veel minnetjes. Nee. Is het gemiddeld gezien een stijging van zo'n 5,5 tot 7%? Ja. Dat is een serieuze stijging. Gewoon. Ja. Dat is rendement. Ja, wat je dat zegt, is rendement. Je hebt het over, je wil de inflatie uiteindelijk een stukje voorblijven. Je hebt ook mensen die dan een huis gaan kopen en die zichzelf echt gewoon helemaal ophangen voor een huis. Ja. Je moet het natuurlijk altijd op een verstandige manier doen. Je moet zorgen dat je het ten alle tijden, als je levenssituatie misschien verandert, nog steeds kan betalen en zo. Dat zijn dingen die je zelf, ja, wij kunnen niet in iemand anders rekening kijken, die je voor jezelf op een goede manier moet inrichten. Nee, dat is wel maar belangrijk. Kijk, het helpt natuurlijk wel bij de vraag, moet ik nu al wel of niet investeren? Ja. Daar gaan we dadelijk antwoord op geven. Maar er zijn natuurlijk wel een paar trucjes hoe je het zelf makkelijker kan maken. Kijk, als je een huis gaat kopen, ja, dan kan je de prijs die je voor een huis gaat betalen is uiteindelijk afhankelijk van je, wat wens jij? Ben je heel moeilijk? Ben je heel kieskeurig? En is er maar één huis over? Ja, dan zal je waarschijnlijk op de prijs iets moeten toegeven. Ben jij misschien heel goed in afdingen? Dan kan je ook al wat winst behalen. Ja, en kijk, dat is natuurlijk de afgelopen jaren misschien iets moeilijker geweest, maar zeg niet dat het niet kan. Je kan altijd op een slimme manier inderdaad kopen door te kijken. Oké, kan ik het op een of andere manier ergens iets goedkoper krijgen? Kan ik het niet goedkoper krijgen? Kan ik het dan op een bepaalde manier wel goedkoper maken voor mezelf? Want als je moet overbieden, wil het niet zeggen dat je andere dingen niet goedkoper kan maken. Door bijvoorbeeld op een slimme manier te shoppen bij het inrichten van je huis. Ja. Door bijvoorbeeld op bouwvlak zelf misschien een aantal dingen te doen, waardoor je goedkoper uit bent. Je kan zelf wel zorgen dat je het op een andere manier afdinkt dan op de initiële koopprijs. Ja, en hetzelfde geldt eigenlijk voor het verkoop. Hoeveel geduld heb je? Nee, ik denk dat geduld daar alles in is. Ja, tijd laat zien gewoon dat je je geld mee kan verdienen.
Een ander ding is dus ook, misschien ben je wel heel erg handig. Kan je een beetje gaan klussen, kan je een beetje gaan opknappen, kan de waarde van het huis ook doen stijgen. Weet je, dat zijn allemaal dingen die je wel zelf in de hand hebt en die niet voor ieder persoon gelijk zijn. Ja. Maar je kan waarde toevoegen. Je kan inderdaad waarde toevoegen aan je huis zelf door een uitbouw, door een dakkapel, door een... Ik zie, de afgelopen jaren heb je dat heel veel gezien. Mensen die al langere tijd een huis hebben, al meerjarig, en die huizenprijzen zijn flink gestegen. Ja, zal ik dan gaan verhuizen? Nee, ik heb zoveel overwaarde. Ik laat gewoon een hele verdieping erop zetten. Dat heb je heel veel gezien in Den Haag ook. Ja. Dat er gewoon hele verdiepingen opgebouwd werden. Ja. Dus je kan op die manier ook zelf een stuk waarde toevoegen aan je huis, waardoor je huis letterlijk meer waard wordt. Hoef je niet per se weg misschien. Hoef je het niet te verkopen. Kan je nog meer geduld hebben. Kan je nog langer blijven zitten. Maar uiteindelijk, die investering kan je ook meer waard laten worden op die manier. Door gebruik te maken van de overwaarde die je op dat moment al hebt opgebouwd. Ja. Nou, goed. De laatste, maar ik denk meest onderschatte punt waarmee je eigenlijk direct al winst kan behalen, ja, is je hypotheek gewoon. Dat kost toch alleen maar geld? Ja, hij kost inderdaad geld, maar dat is die lening van 30 jaar. En je betaalt daar een x-percentage rente over. De rente is hard opgelopen. Historisch gezien staat die nog steeds lager. Want in de jaren 90 betaalden we rente van boven de 10%. Ja, maar we zijn de 1%... ja, we zijn verslaafd geraakt aan gratis geld. Maar gratis geld bestaat niet. En we gaan naar een normale inflatielevel toe. Ik verwacht ook uiteindelijk, als die inflatie in Nederland wel zal afnemen, dat de hypotheekrente ook nog wel iets zou teruglopen. En dat dan... ja, echt je goed de balans op kan maken. En dat het dan gewoon een goed startpunt sowieso is. Maar of jij nu, weet ik veel, 2,5% rente betaalt of 3,5%. Het lijkt heel weinig. Je denkt, ja, een procentje. Maar dat loopt een procent over die looptijd van 30 jaar is zo'n gigantisch bedrag gewoon. Dat is het ook. Daar kan je serieus geld besparen. En dat heeft invloed op je rendement. Mensen kunnen inderdaad zelf ook, als jij wel al langere tijd eventueel een hypotheek hebt, de rente op een gegeven moment ook vroegtijdig herzien. Ook zeker doen. Als dat een mooi punt is om te doen en je kan daardoor je maandlasten verlagen, ja, dan kan je dat ook zeker doen natuurlijk. Maar goed, als jij investeert in een huis... Ja. En je kijkt naar 10 jaar, want dat is waar we het in deze video over hebben. Huizenprijzen over 10 jaar, wat is mijn huis dan waard? Nou, dat betekent met een, we zeiden 5,5 tot 7%, als we uitgaan van 5%. Ja, dat is echt de onderkant van de range. Dan nemen we gewoon de onderkant van de stijging mee wat we de afgelopen jaren hebben gezien. Als je zegt 5%, dan betekent dat dat een huis van 300.000 euro met een stijging van 5%, dat je al richting een huis van 500.000 gaat over 10 jaar. Ja. Dus een huis van 3 ton zou over 10 jaar plus minus richting 500.000 moeten gaan. En dat is het probleem dat heel veel mensen vergeten. Huizenprijzen hebben een compound effect. Want als je jaar op jaar stijgt, dan wordt het steeds moeilijker om die waarde in te lopen. En ik zie heel vaak om me heen, oké, ik wacht dus op een top zoals we in 2021, 2022 hebben gezien. Dat was echt een top. Ja. Tuurlijk is het dan verstandig, want iedereen weet hij is overspannen. Maar we hebben nu een terugloop gezien. Je weet ook dadelijk dat de hypotheekrente waarschijnlijk nog net iets lager kan. Dan weet je ook gewoon, meerjarig is het nu interessant om te investeren. Uiteindelijk moet je ook ergens gaan wonen. Neem je dan dat risico dat die misschien nog 1 of 2% lager wordt volgend jaar. Of dat die misschien alweer begint te stijgen door dat tekort. En dat is heel erg belangrijk. Dat is uiteindelijk alleen een vraag die je voor jezelf kan beantwoorden, maar meerjarig, de historische prijsactie die ligt er niet over, wordt een huis alleen maar meer waard. Dus eigenlijk met een huis kan je ook het beste, net als met een investering, zo vroeg mogelijk beginnen. Goed. Wat denk je zelf over de huizenmarkt? Aankomende 10 jaar, aankomende periode. En we hebben het hier natuurlijk niet over het beleggen in vastgoed. Hè? We hebben het over het enige stukje belegging in vastgoed die je voor jezelf doet. Ja. Dus niet het huizen kopen, gaan verhuren. Nee, puur alleen je eigen stukje vastgoed. En wat dat zou doen over de aankomende 10 jaar. Hoe denk je zelf over vastgoed voor jezelf? Heb je een koophuis? Heb je een huurhuis? Laat het even weten in de reacties. Vinden wij leuk om te zien. Smash even op het duimpje. Abonneer even op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Bedankt voor het kijken. En onderaan deze video komen al linkjes terug richting www.dopecash.nl. Vind je onder andere ons leerplatform, Discord kanaal, support links, alles over Platinum. Alles staat daar. Thanks en tot volgende keer. Later.